Autoweek tellen we af tot oud en nieuw. En vandaag is de dag van Michiel Willebrands, de hoogtepunten van onze Classicsman. Nou, kan niet missen dat we hier in een ontzettend oude auto zitten. Michiel, wat is het en hoe kom je eraan? Het is een Ami 6, Citroën Ami 6 Brek uit 1965. Ja. Toen waren wij nog niet geboren. Nee, toen waren wij min 9. Ja, zoiets ja. En ik kom eraan omdat ik hem mocht lenen van Patrick Tol, okay. De eigenaar van deze auto. Hij was klokje rond kandidaat in maart, april van dit jaar, ja. Voor Classics. En ja, ik vond het zo'n leuk ding en ik vond Patrick zo'n bijzonder figuur. Ja. Ik dacht van nou, ik ga hem nog een keer bellen van mag ik jouw auto nog een keer lenen voor onze eindejaarsvideo's. Ja. Nou, dat vond hij ook een goed idee. Vandaar dat wij nu al overhellend in deze Ami zitten. Ja, superleuk. Ja, echt superleuk. Het is wel, wel werk hoor, want dit zijn echt letterlijk mijn eerste meters met dit ding. Dus ik moet hem er wel een beetje onder de knie krijgen. Ja. Nou ja, je schakelt zonder kraken, dus dat vind ik al wel heel leuk. Dat gaat goed. Ja. Hey, maar Autoweek Classics klokje rond, dat heb je natuurlijk gejat uit de normale autoweken. Maar met hoge kilometerstanden heeft het weinig te maken. Nee, het gaat inderdaad niet zoals bij jouw rubriek in Autoweek om de astronomische kilometerstanden, maar... Oh. Oeh. Sorry Patrick. Ja, dat hebben we niet gehoord, hè. Zo. Nee, het gaat bij Classics gewoon echt om de auto en om de eigenaar, om het verhaal. En ja. Gewoon om zo'n oude auto op de brug te zetten. Wat kom je al wel tegen aan gekkigheid? En wat hebben mensen er zelf aan gedaan of laten doen? Ja. Kortom, het verhaal van de auto. En kijk, zoals in Autoweek, dan gaat Joep, die gaat echt... soms best wel kritisch natuurlijk, die auto's te lijf en terecht. Ja. En bij Classics, pakken we het iets minder kritisch aan. Want het zijn natuurlijk liefhebbersauto's. Mensen stoppen vaak ziel en zaligheid en hun laatste centen in zo'n ding. Ja. Dan ga je hem niet lopen afkraken natuurlijk. Ja, okay. Dat is niet leuk. Het moet wel gezellig blijven. Het moet wel gezellig blijven. Ja. En tot op heden is het dat altijd gebleven. Ja. Want... Vandaar dat ook Joep het ook niet mocht doen. Nee. We hebben het veel te kritisch. Het is veel te kritisch. Nee, joh, Dennis is ook natuurlijk zeer kundig en kritisch, maar die weet ook hoe het zit. Ja. Ja, en zo hebben we het in 2019 toch best wel een heleboel leuke auto's voorbij zien komen. Ja. Natuurlijk deze, ik heb een Renault 16 gehad, daar begonnen we mee. Ja. Prachtig ding. Een Mustang 2, natuurlijk niet het meest geliefde model Mustang, maar ja, van Denise, als ik het me goed herinner. Ja. Die was er helemaal gek van en ja, dat is fantastisch. Ik heb een Cadillac gehad, ik heb een Fiat 124 Spider, ja. Echt van alles en nog wat, Opel GT, Rover 3500. En als je er nou nog eentje mocht kiezen van, oh, die wil ik nog een keer doen? Nou, ik zou wel heel graag een keer een Corvair willen hebben. Ja, een zescilinder achterin. Een zescilinder boxer achterin. Ja. Dat is een 911, maar toch anders. Ja, het is een heel bijzonder ding met een heel bijzonder verhaal. Dus heb jij een Corvair of ken jij iemand met een Corvair die het leuk zou vinden om een klokje rond op te treden? Ja. Meld je even aan, classics@autoweek.nl. Maar goed, we dwalen af. Ja, we dwalen af. Hey, andere dingen, al die tests die je doet bij Classics, wat is dat dan? Waar is het meest bijgebleven? Ik heb hoop. Ik heb hier een trio-test gedaan met een Fuego, een Sporro en even remmen. Dat is een verkeersregel dit, dat moet hij kunnen hoor, hoeft niet te remmen. Oh, dat gaat inderdaad best heel erg soepel. Tests die er zijn bijgebleven, nou, dat is wel grappig. Youngtimer test met een open. Nu moet je even werken. Ja, we gaan de heuvel op. We zitten er met z'n drieën in, hè? Je moet er niet te veel vragen. Een Youngtimer test met een Corrado en een Calibra. Oké, Doe een beetje de semi-sportauto's uit onze jeugd. Ja. Ik heb die Calibra, vond ik altijd een prachtige auto. Ja. En die Corrado, niet mooi, maar wel een soort van intrigerend. Ja. Nou, die hadden we bij elkaar, allebei een V6. En daar kwam eigenlijk uit dat die Calibra, die is vooral mooi, maar om te rijden was er niet zoveel aan. Nee. En die Corrado, dat is een tof ding joh. Ja, ik vond die is me 100% meegevallen, had ik nooit gedacht. Maar die reed zo scherp, lekkere motor.
goede zitpositie. Welke motor was het? Het was die VR6 2.9. Okay. Ja, soms kom je dat tegen, hè, van die auto's die helemaal kloppen gewoon. Deze klopt volkomen. Okay. Ja. Dus ja, dat vond ik wel heel tof om je zo te laten verrassen door een auto waar je denkt niks mee te hebben. Maar nu denk ik wel van nou, als ik nog eens een keer een Colorado voor weinig op de kop kan tikken. Dan ben je erbij. Ik sta niet vooraan, want ik denk dat collega Stefan is nog veel gekker ervan. Ja. Voor mij staat, want die was erbij en die vond het ook fantastisch. Ja. Dus dat was een positieve verrassing. Ja, maar ik hoor jou zeggen, een Corrado voor weinig, dan ben je volgens mij een paar jaar te laat hoor. Nee, ik wou net zeggen, die ga je natuurlijk niet meer vinden, zeker niet een mooie VSS. Nee. Maar bij wijze van spreken. Ja, ik snap het. Ja. Hey, en nieuwe spullen, heb je daar ook nog wat aan gedaan? Zo nu en dan rijd ik ook nog wel eens in wat nieuw spul. Ja. Zo was ik nog recentelijk in Los Angeles. Of liever gezegd in Malibu, een beetje het chicere deel. En daarachter heb je van die prachtige canyons. En dan mocht ik een RS6 uitlaten. Dus jij bent naar Amerika gereisd om in een Audi te rijden? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, iets klopt er niet, maar goed, dat... Dat maakt natuurlijk al vaker gekke dingen mee in ons vak. Dat je denkt van, waarom ga ik daarheen om die auto te rijden? Ja, ja. Terwijl hij ook hier om de hoek staat, bij wijze van spreken. Maar goed, ja, als iemand mij vraagt of ik een Audi RS6 in de bergen rondom Los Angeles wil gaan rijden, dan ga ik geen nee zeggen. Nee, wie ben jij dan om nee te zeggen? Precies. Ja, dat was ook wel heel erg indrukwekkend. Ja. Maar ja, oude auto's hebben de overhand in mijn autoweek bestaan. Ja, leuk hoor. Ja, absoluut. Ja, ik vind die hier zo, ik vind het echt een juweel. Dit is een heel tof ding en ik moet zeggen, Ik rij nu, wat zullen het zijn, een paar kilometer mee. Hij went wel op. Hij went wel, ja. Er komt nu een rotonde aan, dus nu wordt het interessant. Ja. Het is niet de vraag of hij gaat hellen. Maar hoe ver? Gooi hem even dwars. Ja, gaat. Oh, ja. Remmen doet hij ook. Ja, niet van harte. Nee. Zullen we nog een rondje van de zaak doen? Zou ik gewoon doen? Kom op. Ja, oké. Okay. Een beetje op tempo. Ja. Wow. Het is dat hij geen rechter zijspiegel heeft, maar anders had hij wel de grond geraakt, denk ik. Dit is een hele bijzondere gewaarwording, moet je zeggen. Ik weet ook niet waar het einde van de grip van deze bandjes ligt, maar ik ga het niet opzoeken. Nee. Met 30 km per uur ongeveer. Ja. Ja, dit is heel erg leuk. Ja, vind ik ook. Ja, ik vind het eigenlijk jammer dat je geen lekker wijf bent, want anders was ik wat dicht tegen je aangekropen. Ja, gezellig niet. Ja, er zit een pook tussen. Ja. Hey, ik zeg tot morgen, want dan zitten we in de auto van mijn keuze. Ja, dan schrijf jij een plekje op. Ja. En dan zit het er voor mij op, 2019. Bedankt voor het kijken en een fijne jaarwisseling. Wat mij betreft. Ja, Niek zien jullie nog terug. Ja. En ik zou zeggen, maak er een heel mooi 2020 van. Tot morgen.